En als je hier steeds bent met die bril zitten, zou je dat ook even op willen doen? Of zeg je nee, nou, nee. Ik ben geen idioot die met zo'n bril op gaat zitten. Nou, ik heb je gekke dingen op je hoofd zien hebben, hoor. Dus in dat opzicht... heb jij duur zo'n dingetje, Ben. 3500 euro. Oh, dollar, nou geef ze maar één dan. Ze hebben hem 7 jaar ontwikkeld. Ja. Met 3000 man. Ja. Alleen maar in Amerika te koop. Dus wij maken apps voor die dingen. Dus daarom hebben wij er een paar. Maar wat kun je erop zien? Nou, wat ik nu bijvoorbeeld zie... Ik zie jullie nu. Maar ik zie nu bijvoorbeeld, heb ik hier... Dan kan ik gewoon, zeg maar, teksten... Kan ik hier even iets tekenen of ik kan, zeg maar, werken, teksten maken. En dan kan ik oortjes en krulletjes. Ik zie bijvoorbeeld aan deze kant... Dat kan ik bijvoorbeeld hier neerzetten, zie ik nu de Telegraaf. Jouw favoriete krant. Meegeboekt voor ruim $350 miljoen voor Donald Trump. Ja, dat is nu altijd best hoog. Ik school even door, want dat vond ik een hele grappige. Jullie hebben het altijd over die cybertruck van Tesla, die roest nu. Dus dat zie je, dus daar kan je door. Nou, daar kan je door. En ik zie hier bijvoorbeeld aan de linkerkant, zie ik Sam. Ik vind het grappig dat ik mezelf dus kan zien... terwijl ik aan het kijken ben naar jullie. Wat ik ook lekker vind, kijk, nu zie ik jullie. Maar wat ik ook heerlijk vind, dat vertelde ik net... kijk, nu zie ik jullie niet en dan zie ik gewoon in Yosemite zit ik. Wow. Dus ja, het is een werkapparaat. Heel dichtbij lezen. Johan, dus als je je ogen niet zo goed, dan maak je het te groot. En dan heb je dus een heel groot scherm voor je. Dan pak je dat scherm weg en doe je weg. Maar je kan ook gaan Netflixen bijvoorbeeld. Maar moet mijn vrouw Netflixen nou ook zo'n ding op dan? Ja, nou, dat is heel goed. Dat is één heel groot nadeel. Het is echt voor de persoon zelf, voor mijzelf. En het is dus, je kan niet samen... Dus je kan nu niet dat... Het zou mooi zijn als jij hem op hebt, ik hem op heb. Jij zit in Gollo, ik zit hier. En dat we dan een virtuele ruimte hebben... waarbij wij kunnen spelen met elkaar... waarbij we kunnen DJ'en, wat je maar wil. Dus dat is de toekomst. Maar zei je nou DJ'en, zei je dat? Ja, het is één app. Mag ik die nog even laten zien? Natuurlijk. Dus het is werken, dus dat vinden mensen mooi. Maar één app wil ik even laten zien. Want ik vind één app die vind ik verschrikkelijk mooi. Dat is de DJ-app. Want je hebt natuurlijk altijd... Mag ik wel even gaan staan dan? Ook? Ja, ga maar staan, dat is goed. Ja, kijk, gaat zeg maar, de DJ-app. Dus nu start hij op. Nou, dan heb je een DJ, dan heb je platen. En dan pak ik bijvoorbeeld een plaat. Moet ik hem goed pakken? Ja. Ik denk dat alle mensen daar zo'n ding willen hebben hier. Ja, leg je hem erop. Doet hij nou? Ja, nou, kom op. Hij moet erop en dan moet hij zo start. Horen jullie iets? Nee. Pak ik nog een plaat, dan leg ik hier op. En dan start. Start. Normaal gaat hij het doen. Ik pak dan even een andere... Maar de volumeknop moet omhoog, denk ik. Nee, de volumeknop is goed. Nou, normaal gesproken, ik vind het heel gek, dus ik doe hem even terug. Die pak ik even... Window. Je zei het al, in de repetitie ging het zo goed. Ja, in de repetitie ging het fantastisch. Nou, ik doe nog één, probeer nog één keer. Laat je niet afleiden. Nee, je bent er toch. Wow. Wat ik nu zie is wel heftig. Hij staat nu hier. Jammer dat ik de muziek nu niet hoor, want het is echt... Goeie plaat is het. Ja, het is een hele goede plaat. Maar het is nu wel heel donker voor mij, dus dat is heel erg eng. We hebben wel eerder opnames van je, als je die even wil zien. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, komt-ie. Nee, dat ben ik niet. Nou, dus dan kan je DJ'en. Maar ik... Kijk, je pakt die plaat, je legt hem erop. In zo'n wereld. Kijk, een miljoen mensen naar. Wat? Zit jij nou al die mensen hier in de maling te nemen, Ben? Nee, maar kijk, dit is dan een grapje. En geef dat ding lekker uit Kardavix, jongen. Moet je ermee. Mensen spelen er spelletjes mee. Die kan hem opzetten. Ja. Laat de kast is leeg. Nou, mooi, Ben. Mooi, hè? Ja, mooi. Ze zullen in Amerika blij zijn met deze demonstratie. Nee, oké, maar dat is wel mooi, hè? Want we hebben nu 2 weken. Je kan er dus mee werken en mee tikken. Je hebt een groot scherm, wat ik je allemaal vertelde. En DJ'en, wat nu niet lukte. Ja. Maar wat natuurlijk ook mooi is weet je, nu hebben de mensen gebruik om 2 weken. En dan gaan mensen doen hele rare dingen mee. Ja. Weet je, dan gaan ze de hond uitlaten met dit ding op.
ze gaan naar een restaurant, dat noemen ze glasshouse, noemen ze dat. Ik zal hem even weghalen, doe ik even daar. Ja, precies, dan gaan ze honden uitlaten. Dus ja, dat zijn natuurlijk best wel bizarre dingen. En als je dan even rust wil, dat kan natuurlijk ook. Dan doe je bijvoorbeeld een app van mindfulness. Ja. Nou, en dan kan je gewoon heel rustig. Kan je die arts, die app, die start dan rustig op. En dan kan je dus mindful. Maar Ben, denk jij dat wij over weet ik veel, een aantal jaren dat we allemaal zo lopen? Dat is interessant. Mee, nu moet je even. Ik zet hem even af. Kijk, dit is het meest extreme. Het allerbeste. Er zit een chip in, dan word je niet duizelig. Het meest extreme. Je hebt namelijk van Meta, dat is van Facebook, heb je ook een Ray-Ban-bril. Daar zit een camera in, kan je met je stem bedienen. Dus dat is het andere uiterste, het meest simpele. Dit is het meest verre. Uiteindelijk over 2, 3, 4 jaar zit natuurlijk de technologie die dit allemaal kan, zit ook allemaal hierin. Gaan de mensen dit kopen? Nou, kijk, dit is echt voor developers. Bijvoorbeeld, je komt in een hotelkamer. Het is allemaal, weet je, gewoon wit. En dan kan je dus in de sneeuw liggen. Want dan heb je zo'n bril op. Je kan... Dat wil ik altijd graag. Hey, ja. Johan, en in fantasie... Ik zoek al jaren naar een hotel dat ik in de sneeuw kan liggen. Ja. Johan, jij hebt een 70-inch scherm misschien thuis. Of een, weet ik hoeveel inch, heel groot scherm. Dat kost heel veel geld. Mensen hebben zo'n bril, die hebben dan dat scherm heel erg groot. Dus dan zit je voor 3500 euro, dat is heel veel geld... heb je wel een heel mooi high-definition, nou, gewoon scherm. Dus dat is ook... Ik wil het niet verkopen, want heel veel dingen, dat werkt niet. Ik vind dat je met z'n tweeën moet kunnen werken. Maar dat zijn dus wat ze zeggen, dat is mooi. Nou, wat ik zeg, over een paar jaar, nou, dan heb je zo'n bril... en dan kan ik dingen zien die je normaal niet ziet. Kijk, en dat is dus gaaf. Alle fantasieën die in je hoofd zitten, die worden werkelijkheid. Ja, jullie denken van... Ik vind het mooi, Ben. Echt heel leuk dat je er bent, maar het loopt wel een beetje weg op een gegeven moment. Heb je het waarheen? Nou ja, weet ik, dat vraag ik me ook waar het naartoe gaat. Maar, ja. Ja, nou, waar het naartoe gaat, is dus dat je... Ja, nee, dat er dus mensen zijn die werken dus in dat apparaat. Dat vinden ze mooi. Ja. En ja... Daar maar is het louter entertainment? Ja, mooi. Dus ze... Dat had ik niet moeten vragen, geloof ik. Nee. Jawel, vind ik een gave vraag. Want Apple, ja, die heeft dus in al die demo-dingetjes... was heel erg een entertainment-video-ding. Weet je, Disney hebben ze een deal mee. Heel erg entertainment. Aan de andere kant zeggen ze van, je kan ermee werken. Hier staat een browser, dus hier kan je dingen opzoeken. Hier heb je Word, dan kan je hier tikken. Hier staat Spotify op. En dan kan je dus, makkelijk iets opzoeken. Kijk, er zijn mensen, als ze werken, hebben ze 2 of 3 schermen opstaan. Dat kan nu in die bril. Ja.